Hoi! Leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik namelijk mijn 12 magische paarden laten zien en waarom ik ze heb gekocht en of ik ze nog steeds zo leuk vind. En als eerst beginnen we met de Umbra. Het is een magisch paard en ik heb hem Fairy Wings genoemd. Het heeft het model van een Andalusier. En ja, zoals jullie weten, de Andalusiërs in Star Stable kunnen de Spaanse pas. Ik kan het jullie wel even laten zien. Kijk hoe mooi. Hij doet het ook zo netjes. Ik vind dat Star Stable het heel leuk heeft gedaan. Maar ja, als je een nog mooiere pas wil, dan kan je ook naar de magische pacht overgaan. Dit is hem in het magisch en dan vind ik hem eigenlijk nog mooier. Ik vind de manen echt een leuke gloed afgeven, waardoor het lijkt alsof het echt vuurmanen zijn of zo. Ik heb dan ook zeker geen spijt van dit paard en ik ben nog steeds erg blij dat ik deze heb gekozen. Ik weet nog wel dat er ook een wit met blauwe versie was, maar ja, deze vond ik toch leuker en ik denk dat ik die ook leuker blijf vinden. Maar goed, laten we verder gaan naar het volgende paard. En dan het volgende paard, de Sedna. En het is in een model van een Appaloosa. En Appaloosa's kunnen natuurlijk ook een super bijzondere gang. Kijk, je hebt hun normale stap, maar ze kunnen ook heel snel lopen, want Appaloosa's houden ervan om lekker tempo te hebben. Verder ben ik niet al te blij met deze vachtkleur. Ik vind hem best wel lelijk en onrealistisch in de normale vorm. En ik weet dat Fairy Wings, de vorige paard, ook niet realistisch was, maar ja, deze vachtkleur is gewoon niet echt iets voor mij. En dan de magische vacht. Nu is hij veranderd in een soort vissendrakenpaard. Ja, ik vind het best wel creatief van Star Stable en ik vind het ook heel mooi gedetailleerd. Maar laten we zeggen, ik ben niet helemaal van de vispaarden. Kijk, je ziet dan ook best wel goed de vinnenachtig. Beetje jammer dat je de bomen er doorheen ziet. Ziet er best wel gek uit. Maar ja, dat maakt het natuurlijk ook weer realistischer. En als je goed kijkt, zie je hier van die stipjes en zo. En al die gedetailleerde schubben die Star Stable er één voor één op heeft getekend. De staart vind ik ook heel mooi gedetailleerd. Maar ja, het is gewoon echt niet mijn stijl. En ik vind dat Star Stable hier heel mooi de best heeft voor gedaan. En het heel mooi heeft gemaakt. Maar niet helemaal voor mij. Maar het was natuurlijk wel heel leuk voor een video dat een paard in een vis veranderde. Op naar het volgende paard. En dan het volgende paard, de Kalder. Ik weet niet helemaal hoe je deze naam uitspreekt. Het heeft in ieder geval het model van de Pasofino. En dit is misschien wel een van mijn favorieten van allemaal. Zoals de meeste van jullie misschien wel weten, die mijn kanaal wat langer volgen en meestal bij de livestreams aanwezig zijn, vind ik Pasofino's hele leuke paarden. Ik vind dat ze een mooie dikke nek hebben en ik vind de passen ook heel leuk gedaan door Star Stable. Ik vind deze vacht ook erg gedetailleerd en ik vind dat de vlekken best wel creatief zijn. En deze heeft ook nog eens een speciale pas. Kijk, hij kan heel snel trappelen. Dat vind ik echt vet. Alleen, dit is niet eens de enige coole ding wat hij kan. Hij heeft namelijk nog een pas. Kijk, deze. Hier doet hij eigenlijk een soort van stap drafachtig heel snel. Ik vind het echt wel mooi. Ik weet niet hoe deze pas heet, maar ik vind hem helemaal leuk. Ik heb dit paard trouwens Purple Song genoemd. En dan vraag je ja, vast af. Purple Song? Waar heb je dat nou weer vandaan? Nou, hiervan. Kijk! Als je zijn magische vacht erbij pakt, heeft hij een prachtige, glitterachtige paarse vacht met diamantjes erop. Kijk, ik laat even van dichtbij zien. Als je namelijk een beetje beweegt, dan beweegt het licht van de diamantjes ook een beetje mee. Dus dan lijkt het extra realistisch. Maar ja, als je het zo bekijkt, ziet het er natuurlijk best wel nep uit. Maar van de zijkant ziet het er heel mooi uit. Dus mooi voor foto's. Nu vind ik persoonlijk de niet-magische vacht mooier. Maar ja, dat komt ook omdat ik best wel veel van realistische paarden hou. En deze is ook gewoon heel leuk voor bijvoorbeeld verhaaltjes. Want het lijkt een beetje op zo'n vredig paard, weet je wel? En ik vind het hier onder zijn ogen ook zo mooi. Alleen de lip vind ik een beetje raar. Ik weet niet of alle paarden dat hebben, maar volgens mij niet. Op naar het volgende paard. Het volgende paard is de Dorsha. In het model van een Tinker. En oprecht, ik vind het paard niet heel lelijk, maar ik denk ook niet dat ik hem heel mooi vind. En dat is om bepaalde redenen. Want zoals je ziet is het paard best wel blauw. Het witte is blauwig en dat vind ik niet super leuk. Maar ik vind het hoofd wel heel mooi gemaakt. En ik vind dat kleine blesje op de neus ook heel leuk. En de strepen bij de ogen heel creatief. Alleen ik vind de manen dan ook weer een beetje onrealistisch. En de staart.
ik vind het best wel leuk bedacht. Dat ze zeg maar een soort van, ik weet niet eens wat het is. Maar ja, het zit op de maan, je ziet het wel. Vind ik best wel leuk bedacht, maar ik vind het een beetje onrealistisch. En natuurlijk zijn deze paarden totaal niet realistisch, want ze zijn magisch. Maar ja, dan is het misschien toch niet helemaal mijn stijl. En wat ik ook echt super mooi vind, zijn die schubben die je al een beetje kan zien op de buik. Kijk, ik vind het namelijk best wel mooi als je zo naar die schubben kijkt. Zie je hier? Heel gedetailleerd. En heeft ook wat op de kont. Verder vind ik de ogen ook heel mooi gedaan. En ik vind ja, gewoon het hoofd, de patroon, heel mooi. Ja, ja, laat je manen maar mooi even zien. Verder heeft dit paard geen speciale gangen of zo. Hij is eigenlijk gewoon een normale tinker. En de naam is Blue Dancer. En dat komt omdat hij eigenlijk blauw is. En nu vind ik het paard heel mooi. Ik vind de schubben op de buik mooi. En ik vind het patroon op de kont echt heel leuk gedaan. Je kan echt zien dat er veel werk in heeft gezeten. Ik vind het er soms best wel eng uitzien. Hoe langer je er naar kijkt, hoe enger het eruit ziet. Maar dat is ook alweer een beetje leuk. Ik vind de manen ook een prachtige overgang hebben. En die gekke schubben dingen in de manen lijken echt licht te geven. En dat vind ik echt heel mooi. Verder vind ik het ook leuk dat de oogpatroon op het hoofd gebleven is. Het blesje had van mij wel mogen blijven. Die vond ik zo schattig. En zoals je kan zien zijn de sokjes ook nog eens van een soort van schubbenachtig iets. Ja, ik weet niet wat schubben met Star Stable heeft te doen. Maar ja, ik vind het wel echt heel leuk. Dus ja, de niet-normale vacht vind ik leuker dan de normale vacht. Op naar het volgende paard. Het volgende paard is de Nermaine. In de model van een Shire. De Shire is niet zo lang geleden uitgekomen volgens mij. En ik vind het echt leuke paarden. Ik vind ze leuker dan de oude. Hé, hey, ik hoor je wel hoor. Sorry, love friend. Het is een van de grootste paarden op Star Stable. Maar ja, de oude generaties zijn nog groter dan deze. Wat ik een beetje jammer vind aan dit paard, is dat hij een best wel saaie vacht heeft. Ik bedoel, het is gewoon helemaal zwart. En verder gebeurt er niet zoveel. Af en toe doet hij zijn lipje naar beneden. En dat vind ik wel leuke animaties. Maar dat zijn gewoon de animaties van het paard zelf. En niet echt de kleuren en zo. Verder kan dit paard wel wat. Hij kan namelijk liggen. Kijk maar. Ik vind het er heel schattig uitzien hoe dit paard ligt. Hij ziet er best wel vredig uit. Maar hij staat dan ook al meteen weer op. Dat vind ik jammer. Je hebt niet zoveel tijd om een foto te maken dus. Als je namelijk op tijd op O klikt, dan heb je een leuke foto. Of een houding. Ik heb niet echt een hele leuke foto kunnen krijgen. Maar ik heb mijn best gedaan. Het lijkt een beetje alsof hij moeite heeft met opstaan en zo. En dat vind ik er best wel zielig uitzien. Maar ja, verder vind ik het heel leuk gemaakt van Star Stable. En best wel gedetailleerd. En ik vind de sokjes ook heel leuk. Je ziet namelijk een beetje van de hoef en zo. Erg mooi. Maar ja, dan heb ik jullie natuurlijk de magische vacht nog niet laten zien. Want deze heeft natuurlijk ook een magische vachtkleur. Deze. Hij heet Firefly. En ik vind het zo leuk. Want kijk deze rotsen op de kont. Het lijkt een beetje op dat ding van Moana, weet je wel. Of Ayana, hoe je het ook wil noemen. Maar ik vind het heel erg gedetailleerd. Zoals je kan zien, zie je letterlijk elk steentje stukje voor stukje. En het lava lijkt echt alsof het eruit gaat. Kijk maar, alsof het er op elk moment uit kan gaan. De staart is echt heel mooi overgang gedaan. Heel leuk, het lijkt echt alsof hij licht geeft. En dit is trouwens het Halloween paard van Galloper Thompson. Dus ik denk dat hij volgend jaar misschien weer terugkomt. Maar zoals je kan zien is het hoofd ook heel erg gedetailleerd. De mond is mooi, de neus komt licht uit en de ogen. Alleen ja, ik vind dit vooral heel mooi gedaan door Star Stable. Echt mijn complimenten. En dan hebben we nog niet gepraat over de letterlijke sokjes. Het is alsof het een vlam is ofzo. Ik vind het echt heel mooi. En dan de manen die in zo'n lava swirl gaan, weet je wel. Dit is echt een leuk paard. Maar ik vind het echt jammer van de normale vacht dat hij zo saai is. Van mij had hij wel iets meer leuke dingetjes mogen hebben. Of een afdruk van dit. Of dat je al een beetje een hint krijgt van die mond. Dus wil je dit paard nu ook? Wacht dan tot volgend jaar Halloween en misschien is hij er dan weer. Op naar het volgende paard. De Laverna. Of Laverna of weet ik veel. Jongens, ik weet al die namen niet meer. Het is zo ingewikkeld. Anyways, dit is dus volgens mij... Oh jee jongens, ik ben letterlijk de naam van dit paard vergeten. Want dit is geen Appaloosa, maar wat was het ook alweer? Kunnen jullie me helpen om het te herinneren? Nou ja, anyways, ik vind dit paard ook super mooi.
Zoals je kan zien loopt hij eigenlijk altijd wel nagevelijk of aan de teugel, of hoe je het ook wil noemen. En ik vind de kleuren ook heel erg mooi gedetailleerd. Ik heb er zelf voor gekozen om vlechtjes te doen, omdat ik dit zwart-witte vlechtje hier in het midden super leuk vond als overgang. En ik vind de vachtkleur ook nog eens super realistisch. Dus die vond ik echt heel mooi. Hij kan ook nog eens ronddraaien. Hoe vet. Verder heeft hij geen speciale pas, maar dat hoeft ook niet bij elk paard. En aangezien dit paard er nogal van houdt om te bewegen, doe ik hem even op fotomodus. Zoals je kan zien heeft hij echt een super leuk en creatief rondje in het midden. Wat een beetje lijkt op spetters. En dat dan gaat langzaam als een breuklijn of zo naar de mond. En deze heeft weer zo'n lip. Volgens mij hoort het gewoon bij paarden, jongens. En hier zie je ook gewoon de vacht dat een beetje meegaat met de kleuren en zo. Ik vind dat zo leuk. Ik weet niet helemaal hoe je deze vachtkleur moet noemen, maar ik ben er helemaal geweldig op. Gek op, sorry. En ik vind het verder ook een heel mooi paard. Ik vind de beentjes ook leuk dat hij witte beentjes heeft met witte hoefjes. Echt super cute. Dit paard heet trouwens Breeze voor geen ene reden. Maar ja, het is natuurlijk wel tijd om de magische kleur te laten zien. En dat is deze. Kijk hoe vet, jongens. Ik vind het zo vet. Je ziet letterlijk de botten, zeg maar, op het lichaam. Je ziet ook heel mooi dat been die zo langzaamaan naar beneden gaat. Kijk, je kan zeg maar zien dat al die botten hier zeg maar zo ja over de nek gaan richting de schouder. En dan heb je hier een of ander raar My Little Pony ding. Ik weet niet helemaal wat het is van Star Stable. Maar ik vind het best wel creatief. En ik vind het ook leuk dat je de ribben kan zien. En de horns, jongens, ik vind ze zo leuk en gedetailleerd. Het is echt zeg maar stukje voor stukje gemaakt. Hele mooie tekeningen erop. Echt heel leuk. En dan die ogen zo die een beetje licht geven. Heel mooi. Dit is denk ik ook echt een van mijn favoriete paarden. Het volgende paard is de eenhoorn. En deze heeft ook weer het model van de Pausofino. Want zoals ik al zei, ik vind de Pausofino's super leuk. En ja, ik heb jullie natuurlijk alle speciale passen laten zien. Maar ik wil ze zo meteen ook nog even laten zien met de magische vacht van dit paard. Zoals je kan zien heeft hij al een paar zwartachtige stipjes, waardoor ik hem al best realistisch vind lijken. Verder vind ik de wit een beetje blauwig, maar ja, dat komt misschien ook door het licht op dit moment. En dit is dan de magische vacht, jongens. En hij heeft zulke mooie glittermanen. Wacht, ik ga eventjes het donker maken, want dan kan je beter zien. Kijk, hier zie je heel goed dat het een beetje licht geeft, zeg maar. Ik vind het een beetje jammer dat hij zo'n sikje hier heeft. Ik ben er niet de grootste fan van, zeg maar. Maar ja, ik vind hem wel heel erg leuk. Ik vind de lippen een beetje raar. En de hoeven vind ik een beetje een tegenvallertje. Verder vind ik het echt een heel mooi paard. Beetje gedetailleerd, beetje saai. Ik vind de benen ook heel leuk. Met al die glittertjes. En ik vind de buik van de Pausofino een beetje lelijk. Maar ja, daar gaat het natuurlijk niet om. Verder vind ik het gewoon echt een heel mooi paard. En ik wou nog even de speciale gangetjes laten zien. Met de magische vacht. Dus hier heb je het rondlopen, zeg maar. En hier zijn die trappeldingen. Ik weet ook niet meer hoe dat heet, jongens. Hier kan je zien dat ik echt niet eens zo heel veel verstand heb van paardendingen. Op naar het volgende paard. En het volgende paard is de Hermera. In het model van een Haflinger. En ik vind dit ponnetje zo schattig. Kijk hoe leuk die kleine stipjes zijn. En dat hoofdje die dan donkerder is. Heb je die witte manen en dat lichtere buikje. Ik vind het zo schattig. Ik vind hem ook heel mooi gedetailleerd op de borst. Ik vind dit paard echt heel leuk van Star Stable. Helaas heeft een halflinger geen speciale gangen die ik kan laten zien. Maar ja, ik vind de gangen die hij heeft heel erg leuk. Hij loopt altijd een beetje nagevelijk en best wel aardig ziet hij eruit wat mij betreft. Nu komen deze pomponnen echt leuk van pas. Want als je zo kijkt, past hij echt leuk bij de magische vacht. Hij heet dan ook Morning Breeze. En ik heb deze volgens mij ook van de Halloween wereld. En hopelijk is hij volgend jaar weer. Je kan ook een beetje blaadjes zien op zijn rug. Die vind ik echt super mooi. En ze geven ook nog eens een beetje licht. Hoe vet! Ik vind die Pandoriaanse tekeningen op de benen ook heel mooi. En het mos zo afgewerkt op die hoeven heel leuk. Ik vind de ogen een beetje scary. En ik vind de hoorn een beetje lijken op een soort glashoorn. Een glas die nog aan het branden is, weet je wel. Die net wordt bewerkt en dan mislukt. Ik weet niet helemaal hoe je het moet noemen. Ik vind het niet helemaal mooi.
vind ik deze veel mooier. Daar rij ik nog ook wel best veel mee. En ik heb er ook een paar video's mee opgenomen. Dus ja, het is zeker een van mijn leuke paarden. Maar leukste wil ik het niet noemen. Op naar het volgende paard. De Hanami. Met het model van de Percheron. Ik vind dit paard best wel vet, want hij heeft echt al supercoole oogjes. En hij heeft ook een best wel gedetailleerde vachtkleur. Het is niet heel saai of zo. Maar eerlijk toegeven, ik vind hem zelf niet heel leuk. Ik hou sowieso niet echt van het model van het paard en de gangen. En ja, het is dus gewoon zeker niet mijn favoriet. Hij kan deze gekke draf aannemen, die ik oprecht best wel mooi vind. Maar ja, ik vind de manen gewoon lelijk en ja, het is gewoon echt niet mijn stijl. En ik vind de streepjes mooi gedetailleerd gemaakt, erg realistisch, lijkt een beetje op hout, knipoog. En ja, ik vind het gewoon niet echt heel leuk. Maar laten we daar dan snel over gaan naar de magische vacht. En dat is deze houtkleurde kip. Ja, hij heeft paarse bloemetjes die ik heel leuk vind. Matchen bij de ogen. Ik vind dit een beetje te onrealistisch. Snap je wat ik bedoel? Je hebt zeg maar realistische paarden. Minder realistische paarden. En echt onrealistisch. Wat gewoon niet mogelijk zou kunnen zijn. En dat je ook niet op je paard kan maken ofzo. En dat vind ik dit. En dat vind ik niet zo heel leuk. En mooi. Bovendien vind ik de kleur van het hout ook niet mooi. Ik had het leuker gevonden als het een beetje een crème kleurig houtje zou zijn. Maar ja, dat is natuurlijk mijn mening. En ik ben er zeker van dat andere mensen het wel mooi gaan vinden. Dus ja, laten we snel maar weer naar een paard die ik misschien wat leuker vind. En het volgende paard is de Windfell. In de model van de Shire. Je ziet het misschien niet. Dat komt ook voornamelijk denk ik door de manen. Maar als je goed kijkt, zie je dat het eigenlijk hetzelfde paard is. Helaas zijn deze paarden nooit meer verkrijgbaar, waarschijnlijk in Star Stable, van wat ik heb meegekregen. Ik vind de sokken echt heel realistisch en mooi gemaakt. En ik vind de benen ook super mooi en dik. Ik vond de ogen ook heel mooi en het neusje vond ik echt super schattig. Ik vond het paard er gewoon echt heel leuk uitzien, voor zo'n oud paard zeg maar. De kleur zelf vind ik een beetje saai, maar ik vind het zo leuk dat het witte met dat bruine, vind ik echt leuk gedaan van Star Stable. Hij kan verder niks bijzonders, behalve best wel snel lopen. Want ja, zoals je kan zien, ik heb nou, niet uitgetraind, maar hij is gewoon best wel snel, vind ik. En ik heb hem zelf green genoemd, omdat hij groen kan worden. Deze kleur vind ik oprecht niet mooi, sorry, maar ik vind het echt niet leuk. Ik bedoel, ik vind het een beetje uitzien alsof er een blauw oog of zo op de rug zit of schimmel. En ja, dat vind ik er gewoon een beetje lelijk uitzien. En ik vind het neusje ook niet heel leuk. Ik vind het een beetje op een schimmelpaard lijken. En geen haat hoor naar Star Stable. Maar ja, het is gewoon niet helemaal mijn stijl. Dan ga ik veel liever voor dit paard. Die vind ik echt veel leuker. Kijk, bijvoorbeeld met een setje vind ik het echt leukst uitzien. Als het gewoon, ja, normaal paard die je kan hebben. Hier wil ik zeker dan ook nog een video mee maken. Het treurwezen. En ja, dat denk je van wat een depressieve naam. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik vind het treurwezen echt totaal niet iets voor dit paard. Nou ja, misschien wel een beetje. Ik bedoel, hij ziet er een beetje bleek uit en als een geest. Maar ja, ik vind het paard heel mooi gedetailleerd. Je kan goed de vachtkleur zien en de manen zijn prachtig. Ik vind het leuk dat ze leuk de bloemetjes erin hebben verwerkt. En een beetje, ja, van die blaadjes, sliertjes, weet je wel? Ik vind het jammer dat hij blind is, maar dat geeft ook alweer een vibe. Want het is zeg maar een Halloween paard en blinde paarden geven toch altijd een vibe af. Als je ze helemaal bleek maakt en zo en dan met van die gekke blaadjes erin. Geen haat naar blinde paarden, ik respecteer ze echt heel erg. Maar ja, in Star Stable vind ik ze gewoon niet zo mooi gedaan. En dan gaan we kijken, want hij kan liggen. Net als Mario. Dit is eigenlijk gewoon een spookversie van Mario. Kan ik wel eens doen. Mario wordt een spook. Oeh, spannend. Zouden jullie dat leuk vinden? Geef dan een duimpje omhoog. Het treurwezen. En dit is zeg maar dan de magische vachtkleur. Ik weet niet of ik hem helemaal leuk vind. Aangezien ja, hij is een beetje saai vind ik. En onder de buik zie je zeg maar van het waterding. En eerlijk is eerlijk, ik heb wel genoeg waterdingen gezien. We hebben nu al schubben gezien. Schubben, 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 schubben. Heel veel schubben. En ja, dit zijn geen schubben, maar het is alsnog water. Dus ja. Verder vind ik het echt een heel leuk paard trouwens. Ik vind hem heel mooi gedetailleerd en ik vind de manen ook hartstikke leuk. En ik vind het leuk dat hij van een donkere kleur naar een lichtere kleur kan gaan. Of nou ja, andersom. Hoe je het maar wil noemen. Nou ja, snel naar het volgende en het laatste paard. En dan hier de Hydran. In het model van een Curly.
En ik vind de steigers trouwens zo leuk van dit paard. Ik vind dit paard ook heel leuk omdat ik de vacht erg gedetailleerd vind. Het lijkt echt een beetje op een, ja, wollig paard, zeg maar, weet je wel. Die een beetje in de winter probeert te overleven. Hij komt dan ook officieel volgens mij uit de kerstwereld. En hopelijk komt hij volgend jaar weer terug voor als je hem toch wil kopen. Ik vind de ogen ook heel mooi gedaan. En ik vind het hoofd ook gewoon echt leuk gedetailleerd gemaakt. En dat roze neusje vind ik al helemaal leuk bij hem passen. Kijk, zoals je ook al ziet, heeft hij een beetje witte stipjes en dat vind ik ook super leuk. En deze, ja, elastiekjes haast vind ik super mooi gedetailleerd gemaakt van Star Stable. En dit snorretje hier maakt hem ook helemaal af. De staart vind ik ook heel mooi met al die vlechten erin. Kijk, je hebt hier een vlechtje en dan een staart en een staart. ik vind het voor de rest echt een leuk paard. Ik vind hem ook echt super leuke dikke manen hebben. En hij heeft ook een speciaal gekke tult of zo. Ik wist niet eens dat curlies dit konden. En dan de magische vacht. Deze vind ik nog leuker. Ik vind de vacht super mooi. Hoe de stippen als een soort poema een beetje meegaan met de vacht. Hierdoor vind ik hem best wel realistisch lijken. Ik vind de hoorns ook heel leuk. En de hoofddetails super goed gedaan. Ik vind ook dat het mooie overgangen zijn. En die stipjes maken hem gewoon helemaal af. En verder, ja, de haren en zo zijn gewoon echt allemaal haartje voor haartje lijkt het wel gemaakt. En dat vind ik ook heel mooi gedaan van Star Stable. Verder verandert er niet heel veel in de manen, maar de vachtkleur en de horns maken het gewoon helemaal af, vind ik. En dan de ogen. Die zijn zo leuk. Ik bedoel, kijk hoe lief ze er gewoon uitzien. Zo vredig, alsof hij niks te verbergen heeft. Hij is wel een beetje oud, maar ja, dat maakt natuurlijk niks uit. Het gaat om het paard zelf. Verder vind ik het ook heel schattig dat hij zijn oortjes schoon naar voren houdt, ondanks die gekke hoorns. Hij ziet er een beetje vreemd uit, zo als hij loopt. Maar ja, dat is natuurlijk niet anders te doen. En kijk, de manen lijken een beetje op deze manen van dit paard. Vind ik echt schattig. Trouwens, dit paard vind ik ook heel mooi. Ik bedoel, check die haartjes op het hoofd. Echt gedetailleerd. Dus ja, de Curly, of ja, de Highrun, vind ik echt een toppaard. Dit waren dan alle paarden en ik ben hier echt eerlijk over geweest. Daarom zijn sommigen misschien een beetje afgezeikt ofzo, of hoe je het wilt noemen. Maar ja, ik vind ze natuurlijk allemaal heel creatief en best wel mooi van Star Stable gemaakt. En daarom heb ik ook zeker geen haat naar Star Stable. Dus hopelijk komt het ook niet zo over. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit kanaal. En klik op het plaatje in het midden voor nog meer leuke video's. Tot de volgende keer. Doeg!